Hallo. Oké, ik ben nu in de auto. En ja, dat kan je wel zien. Maar ik ben vorige week niet online geweest. Ik ben vorige week niet online geweest. Ik had een hele dag een training gegeven. En mijn trainingen zijn best intensief. Dus ik had echt zoiets van, ik kom thuis en ik was hartstikke moe. En ik had gewoon behoefte om even gewoon te zijn. En toen dacht ik, ja, nee, ik heb nu even geen zin om een filmpje op te nemen. En toen dacht ik, het was niet eens zozeer dat ik geen zin had. Betrapte ik mezelf later op. Maar er is een bepaald idee in mijn hoofd dat, ja, dat ik een bepaalde energie moet hebben voordat ik een filmpje mag opnemen. En dat vond ik wel een interessante. Uiteraard ging ik daarover reflecteren. En wil ik jou ertoe uitnodigen om dat ook te doen. Want hè, dat is waarom ik deel wat ik deel. Mijn reflecties en mijn intentie is dat jij dan ook voor jezelf gaat checken van, hé, maar hoe doe ik dat eigenlijk in mijn leven? Heb jij ook het gevoel dat je op een bepaalde manier eruit moet zien of moet zijn voordat jij jezelf een andere durft te laten zien? En dat ging dus bij mij over van, nou ja, ik had. Had ik? Oh ja, ik had wel make-up op. Ik ben ook niet per se dat ik make-up bedoel. Ik heb nu ook geen make-up op. En ik vind dat ik er prima uitzie. Maar dit komt wel door de reflectie van de afgelopen week. Want ik ben vandaag ook gewoon even. Ik heb gisteren ook een training gegeven. Dus ik zit gewoon even in een. Even bijkomen. Even. Ik ga ook gewoon even persoonlijk door dingen heen. En normaal zou ik dan zeggen. Ja, nee, zo kan ik geen filmpje opnemen. En dat heeft bij mij vooral te maken met in welke. Energielevel ik zit en met welke emoties ik aan het dealen ben. En wat ik dus eigenlijk doe, is mezelf afwijzen en tegen mezelf zeggen: ik ben niet goed genoeg om nu een ander toe te spreken. En wat ik dus ook door mijn training en ook gewoon de reflectie bewust ben geworden, is dat we dit vaker doen: dat we onszelf afwijzen. Dat we zeggen: ja, maar ik ben nu nog niet goed genoeg om. En vul maar in, weet je. Ik ben nog niet fit genoeg om naar de sportschool te gaan, bijvoorbeeld. Ik ben nog niet fit genoeg om. Ik weet niet wat je droom kan zijn, maar misschien dat je van alles wilt. Maar wat zijn de redenen die jij aan jezelf geeft om niet te doen wat je wel te doen hebt? En waar ik gisteren nog bewuster van werd, is dat we vaak één gedachte verwijderd zijn van wat we willen. Maar die gedachte kan zo sterk zijn. En het is een overtuiging. Het is niet een gedachte. Het is een overtuiging. Dus je denkt dat het waar is. Je weet dat het waar is. Want je bent ervan overtuigd. En het kan dus zijn dat je zegt: nee, ik moet eerst echt nog veel meer doen en kunnen voordat ik dat ding ga doen. En daar betrap ik mezelf dus ook op. Want ik ben echt bezig met mijn visie helder te krijgen. En ik heb echt het gevoel dat het heel lang duurt voordat ik er ben. En ineens gisteravond dacht ik, fuck, dat is maar een overtuiging. Ik ben er al. Ik ben er al. Het enige wat in de weg is, zit, ben ik? Ik zit mezelf in de weg. That's it. Het is niet mijn haar, het is niet mijn make-up, het is niet mijn kilo's, het is niet mijn track record. Het is ik. Tot in hoeverre vertrouw ik erop en geloof ik dat ik het er al, dat ik het al heb en dat ik het kan. Nou, ja, dat was echt mijn inzicht. Dus welke overtuiging staat jou in de weg? Wat geef jij op als reden / excuus om niet te doen wat je wel wilt doen? Veel plezier met hierover nadenken en een heel fijn weekend.